Nitma Shina. Melk Yuen Chong. Soms doet hij het niet, dan niet hij dus niet. Niet, niet machina. Soms doet hij het wel, dan niet hij dus wel. Niet wel machina. Maar niet niet machina of niet wel machina. Immel machina, niet wel of niet niet. Niet dat hij liever niet dan wel niet. Of liever wel dan niet niet. Want zo niet hij niet. Hij niet of hij niet niet. Niet dan lale Chinees van een niet machina. De meneer zit daar op zijn troon, daar in de hoek. Ik zeg goeden. Goeden. Even op. Goeden. Gaat even door. Goeden. Oh, vriend van mij. Hoi. Je weet, dat kon je niet overslaan. Ik, met pijn en moeite ben ik gekomen. Er zit wel er zit wat in. Rum in, hè? Hou je het in de gaten? Dit moet ik niet. Oké. Altijd, jij wel. Goedemiddag, Lauwers. Hey, hallo, Hetty. Hoi. Mag ik je hartelijk feliciteren? Ja, fijn hoor. Van Table of Zee. Vanaf mijn 16e jaar. Ja, dan kan je rekenen. Nou, doe er dan nog maar 45 jaar bij. Frans, is het waar dat jij maar één bal hebt? Gaat even naar één testikel. Dan moet je aan Adolf Hitler vragen. Goed zo. Adolf Hitler, die... Oh. Ja, die heeft er ook maar één. En vandaar dus dat boek U allen de ballen, hè? Nou, dan zag hij natuurlijk jonge meisjes, hè Frans? Was jij 26? En dan was hij met Max in de triangel. En dan zaten wij daar als jonge meisjes van 16. Ja. Daar hebben we André al leren kennen. Snap je, lieve schat? Ja, dan ging hij de meisjes wel provoceren, zou ik maar zeggen. Op de kast jagen. Niet dat hij zei van ga je vanavond met me uit. Au contraire. Hè? Het was juist meer dat hij een harde boer liet dan. En zei boterkoek. Dat had hij toen al. Oh ja. Dus zo is die nou 75, schat. Hè? Waar blijft de tijd, zou moeder zeggen. Hè, lieverd? Ja. Sentimenteel, hoor. Ja, fijn. Dankjewel. Dankjewel, ja. Jullie gaan de grootste doorbreken, hoor. Want de camera die moet ik niet gaan aanzetten. Moet ik dat ook opschrijven, ja? Nee, het is een CD. Oh. Gefeliciteerd. Hey, dankjewel. Ja, Frans. Hey, dag, Jan. Ja, dankjewel, Jan. Ik zei, het is een cadeautje. Een cadeautje. Ah, lekker. Hij is een geboren copywriter natuurlijk. Dat hebben we ook al kunnen zien en lezen in dat boek U allen de ballen. Waar ik nog zelfs twee exemplaren van heb. Dus het zijn twee collectors items. Maar zijn taalgebruik, zijn vondst, dat is magnifiek. Ja. Daar kan die vaandrager zalig nog een puntje aan zuigen. Vaandrager, rampzaliger. Een optimistisch vers. Het glas rode wijn dat je mij vol in het gezicht gooide, al opmerkend, sorry, mijn hand schoot uit, was voor mij de fucking limit. Indicatie ook voor de smeerlap die in je stak. Psychopathische trekjes waren jou niet vreemd. Zij werden door Menno Schenken ter nauwe nood aangestipt. Ach, wat zou het ook, al dat geleuter. Voor de boeg, de beste blessures moeten nog komen, zoals je schreef. Mijn leus, citaat uit een spreukenboek. Men zal het vaanken niet liggen laten. Men zal die moed niet per du geven. Ja, dankjewel. Ja, ik dacht dat we zouden beginnen. Zeker? Ja, oké. Goed. Rotterdamse literatuur is altijd wat rauwer en wat directer dan de gemiddelde literatuur. Het staat heel dicht bij de straat, bij het alledaagse leven. Geen literatuur met een grote L. En dat, ja, je kan zeggen dat hij dat een soort ultiem voorbeeld van is. Die heel dicht bij de straat blijft. Vooral in zijn literaire werk, in zijn copywriting natuurlijk ook. In zijn journalistiek en ook als dichter. Kruistocht in spijkerbroek.
Het is hartje winter en bij de tramhalte giert een venijnige oostenwind mij frontaal tegemoet. Adembenemend. Van boven, in mijn van binnen gewatteerde leren jack, is het nog te harden. Maar van onder, in mijn goede oude versleten Wrangler, sta ik rillerig op de tocht. De ijzige stormwind doorwoelt mijn kruis en vernikkelt bijkans mijn scrotum. Terwijl ik, besef ik, daar geen bal, ja geen zak aan kan doen. Gelaten denk ik, nou ja, laat maar waaien. Maar gelukkig, daar heb je wel ratje de tram. Einde kruistocht. Het zal godverdomme tijd worden. Sinds een jaar of 10 heeft hij een paar dichtbundels, 3 inmiddels uitgegeven. En, ik hoop dat er nog een paar komen. Ja, maar daar eindigt alles. Heeft een beetje ook met de schaduw van Vaandrager te maken, dacht ik. Heeft, zegt Frans zelf ook wel. Dat hij, zolang Vaandrager leefde, was het moeilijk om onder die schaduw uit te komen. Ja, en nu. Je ziet ook de invloed van Vaandrager zeker terug. Maar Frans werk is wel ja, humoristischer. Excellentie. Hey god, wel, Nicolaas, ik blijf even zitten. Of de Nicolaas op de grote stoel gezeten, hè? Nog vele jaren. Ja. Oké, dankjewel. Okay. Wat vooral telt, buiten een paar hele mooie gedichten, dat is een aanwezigheid. En stug doorgaan. Zich eigenlijk na zijn rol als tweede man, naast Vaandrager en zo, nooit meer ergens wat van aangetrokken. En gewoon doorgegaan. Museum Boulevard Witte de Wit. Weet je wat een witje is? Een op basrelief gelijkend doek en grisaille, exclusief vernoemd naar de maker ervan, Jacob de Wit, 1696-1754, de belangrijkste 18e-eeuwse Nederlandse schilder in de decoratieve traditie. Vroeg of laat komt er natuurlijk, ik denk niet de verzamelde gedichten van Vogel, maar de selected poems van Frans Vogel. Dat zie ik eerlijk, ik vind het eigenlijk heel vreemd dat dat er nog niet is. En dat er niet één uitgever is die ziet dat daar ook al lang en ook buiten Rotterdam een markt voor is. En dan graag met Engels. De vertaling daarnaast. Ik kan het direct de hele wereld over. Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik vind die over die gastarbeider vind ik wel een sterke klassieker. Ik schrijf aan mijn vrouw, ik en die van Holland houden, weet je wel. Een mooi gedicht. Want het is eigenlijk een verdient meer bekendheid. Ja. Maar daarnaast heeft hij nog een heleboel andere mooie gedichten geschreven. Dat vind ik wel. Ja, je kwam Frans tegen. Je was in de stad en je kwam Frans tegen. Dat is onvermijdelijk. Maar ik waardeer het meest zijn, hoe noem je dat, zijn gemoedelijk, gemoedelijk, zijn opgeruimdheid altijd. Hij heeft het een en ander gehad. En Ineke vroeg laatst, waarom zit je niet vaak alleen, Frans? Ik zit niet op gezelschap te wachten. Het is een opgeruimde gozer is het. Leuk. Ja, Frans Vogel. Ja, ik ben uit de hippietijd. En in die tijd zeiden ze altijd, hey Vogel. Nou, dan weet je wel waar dat vandaan komt. Ik heb het behoorlijk naar mijn zin op het ogenblik, ja hoor. Je loopt nog steeds met dezelfde mop, Pekkie. Ja. We gaan zo langzamerhand richting Timmer, anders worden de satéetjes koud.